Wat je doet en denkt heeft invloed op je gezondheid. Maar eigenlijk weten we nog maar weinig van de wisselwerking tussen psychologie en geneeskunde. Kun je gedrag en gedachten inzetten om je minder ziek te voelen? Gezondheidspsycholoog Andrea Evers onderzoekt hoe we zelf onze gezondheid kunnen optimaliseren. Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in de wisselwerking tussen psychologie en geneeskunde en hoe psychologische factoren, zoals stress bijvoorbeeld, onze lichamelijke reacties en onze gezondheid en ziektes kunnen beïnvloeden. Een heel bekend voorbeeld is het placebo-effect, waarbij enkel de verwachting over een specifieke behandeling al positieve behandeleffecten heeft. En dit geldt niet alleen maar voor subjectieve klachten, zoals bijvoorbeeld het verminderen van pijn of vermoeidheid. Maar we kunnen hiermee ook rechtstreeks lichamelijke reacties beïnvloeden. En dit weten we al lang, bijvoorbeeld dat het mechanisme van conditionering, zoals met Pavlov's hond, hier een belangrijke rol speelt. En de belangrijkste vraag van ons onderzoek is nu of we deze reacties ook rechtstreeks kunnen sturen en kunnen beïnvloeden en dat we kunnen gebruiken voor nieuwe behandelingen. We hebben allerlei methoden om dit in het laboratorium te onderzoeken. Bijvoorbeeld kijken we naar de invloed van verbale suggesties. En hiervan weten we bijvoorbeeld uit eerder experimenten dat als we aangeven dat een prikkel door veel mensen als heel erg pijnlijk wordt ervaren, dat mensen die dan ook pijnlijker vinden. We kijken dan naar allerlei parameters in het laboratorium tijdens rust, maar bijvoorbeeld ook als de lichamelijke reacties geactiveerd zijn, bijvoorbeeld tijdens een kortdurende stresssituatie. We meten dan bijvoorbeeld het stresshormoon cortisol door iemand op een wattenstaafje te laten kauwen, maar we nemen tegelijkertijd ook bloed af en bepalen daardoor allerlei indicatoren van het immuunsysteem. Kijk, ons onderzoek kent zoveel toepassingen. Het heeft eigenlijk invloed op elke vorm van communicatie. Of je nou de spreekkamer neemt wanneer de arts iets zegt over jouw aandoening. Maar ook bijvoorbeeld dat we onmiddellijk geneigd zijn om allerlei informatie op te zoeken op het internet als we ons ziek voelen. En deze informatie al enorm invloed heeft op wat we vervolgens met die aandoening gaan doen. En ook op bijvoorbeeld hoeveel lichamelijke klachten wij dan ervaren. Met ons onderzoek ontwikkelen we ook rechtstreeks allerlei toepassingen voor de klinische praktijk. Zo hebben we bijvoorbeeld een innovatieve internettherapie met e-coach ontwikkeld, waarbij we door middel van cognitieve gedragstherapie mensen met een chronische aandoening leren om zo goed mogelijk met de gevolgen van hun aandoening in het dagelijks leven om te gaan. En daarmee bijvoorbeeld ook lichamelijke klachten zoals pijn of vermoeidheid te kunnen verminderen. Het is echt heel bijzonder dat wij dit onderzoek mogen doen, omdat we hierbij voor het eerst samenwerken met allerlei verschillende disciplines, vanuit de alfa, beta en gamma wetenschappen, en enerzijds dit soort processen in het laboratorium proberen te ontrafelen en hiermee zicht op te krijgen, en tegelijkertijd ook allerlei nieuwe behandelingen en toepassingen voor de praktijk kunnen ontwikkelen. En als klinisch psycholoog is dat echt mijn passie, om vanuit het laboratorium de kennis naar de praktijk te brengen.